Dag 6 alweer, toch? Nee, dag 5 is het alweer. Dit is dag 6. Welkom weer bij Supermarkt Simulator. Dag nummer 6 van het spel. Ik zie trouwens dat wij weer wat prijsverhogingen hebben gekregen. Het was voor mij de olijfolie. Die is, oh boy, die is nu €5,13 geworden. Kijk, dat is interessant. De pasta. €3,12 is hetzelfde gebleven. Is €5,90 geworden. Is hetzelfde gebleven. De bloem. Kijk, hoppa. €4,23. Dat waren ze volgens mij. Ja, dat waren ze. We hebben nu een koelkast aangeschaft. We gaan de boel nu gelijk opengooien. Want nu willen we zo snel mogelijk die nieuwe licentie krijgen. En dan kunnen we dus ook kaas en zo halen. We gaan nog wel even een rondje pasta kopen. Dat hoeft er maar 2 te zijn, hoor. Zo. En dat gaan we even vullen. Zo. Hoppakee. Een doosje, een half doosje over, denk ik. Ja, dan kunnen we dat wel even hier zo neer doen. Ik wil ook even die kassa wat meer naar deze kant doen. Wat prettig werk dan ook. Doe gelijk de lamp aan. Die Chopkings zijn ook binnen op trouwens. Die Chopkings zijn wel aan de vrij prijzerende kant. Oh, ik heb een klant. Dat is interessant. Goeiedag. U betaalt met een kaart. €11,80. Dank u wel. En dan hebben we de volgende. U betaalt ook met een kaart. Dus €19,90. Dank u wel. Tot de volgende keer maar weer. En doe de groeten aan uw man. Hoe weet je dat ik een man heb? Oh ja. Zo. Slokje koffie. Ik moet ook weer een nieuwe stellage kopen. Want we krijgen zo meteen ook thee erbij. En ook weer een nieuwe... een nieuwe... ja. Vak hebben. Van, denk ik. Die moet ook hebben. En dan moet dus niet €200 hebben. Maar dan moet dus €400 hebben. Oké, okay, we hebben een bedrag van €10,26 voor u. Alsjeblieft. En een fijne dag verder. We kunnen ook even voor de thee even onder de pasta gooien. Even in instantie. 60 cent. Dag. We kunnen ook zeggen dat we gewoon even een keer een rondje doen. Kijken hoe ver hoeveel geld we gaan krijgen. Kun je trouwens hier nog niet hiernaast nog salage zetten. Dat past niet. Ook kun je de winkel uitbreiden. Als je dat wil. Daar kunnen we misschien eerst voor gaan kiezen. Maar waarom moet de winkel uitbreiden terwijl ik dit, terwijl ik nu genoeg ruimte heb. Dan ga ik denk ik maar eerst voor die licentie. Dan zo snel mogelijk, het liefst dan nog weer een nieuwe koelkast erbij. Dat we de boel weer goed kunnen vullen. En dan nog weer een nieuw stellage erbij. Hopelijk. Dat wordt dan €12,40 krijgt u van mij terug. Dank u wel. Fijne dag verder. Ja, dankjewel. Hetzelfde. De jongens zijn niet echt de dames en heren zijn niet zo spraakzaam, moet ik zeggen. €194,50. Bloem begint een beetje op te raken. Ja. Ik moet daar toch al snel voor die licentie gaan. Dan hebben we de kaas, water. Nog meer kaas, water, melk. Thee zit erbij. Zo. €96,88 terug. Ah. Nou, met de kaart is dan €18,29. €215. Ja, we kunnen de licentie nu aanvragen. Kijk, nu hebben we dus water bij, kaas, koffie. Oh, wel koffie. Koffie is wel duur, hoor. Koffie is wel duur om in te slaan. Het liefst wil ik dus nu nog een stellage erbij. En ik weet zeker dat die daar past, denk je. Ik ben er bang voor. €24,10. Ja, dan zal ik eventueel...
wel vast. Kijk hier, ze gaan dus nu merken, want je hebt dus nu die licentie aangevraagd. Dan willen ze ook gelijk dat het in de winkel ligt. Zullen we wel even wat kaas aanvragen? Kaas is gewoon niet zo heel duur volgens mij. Kaas is 16 euro. Ja, dat kan wel. Water is 15 euro. Oh, oké. Dan heb ik sowieso al water en ik heb dan kaas. Toch? Kijk, heb ik. Ja. Doe hier dan even. Doe we gewoon 2 om 200. Hier doen we dan 2 rijen water in. Daar doen we een ratje water in. Ja. Hier nog weer kaas. Dan doen we hier een rijtje kaas in. Zo. Doe het weg. We hebben die prijs even aanpassen. Water is. Op de marktprijs. Prijs van 2,66 euro. Gaan we het ook gewoon aanhouden. En de kaas is een markt. Prijs van 3,40 euro. Gaan we nog gewoon houden. Oké. Okay. Dit is dan maar even zo dan maar. Dat 24 euro'tjes en 47 cent. Dat doen we niet goed. Sorry. 27 euro 47. Ja. Dag. Wauw, goed man. Wat is de kaartdag vandaag? 51. Een flesje olijfolie voor de prijs van 5,13 euro. Dat kun je nergens goedkoper krijgen als hier. Kijk, hier komt ook wel een kaas, zie ik al. 17,86 euro. En dan heb ik hier. Zo, deze is een goede trouwens. Huppakee. Het is inderdaad vandaag kaartdag. 15,83 euro. Top. De sushi bekam. Op de raket hier. Daar maar 2 van. Ja. Even kijken hoor, dan moet ik eventjes 2 keer melk hebben. Die was 24 euro. Thee is duur hoor. Eieren mag er 2 van. En dan doen we nog 1 keer kaas en nog 1 keer water. Oké. Okay. Nog een vaas hier zeg. Water, kunnen we dan hier wel even neerzetten zo. Ja. 18 euro 18 cent terug. Ja. Zijn de eieren? Ja, eieren. Eieren, kijk, die kun je heel veel kwijt, eieren. Maar, let op. Eieren kun je 1 doos in de stelling kwijt. Eieren even noteren hoeveel die eieren nou kosten. Die zijn 3,98 euro momenteel. Mooie prijs. Een doosje eieren. Eieren zijn ook in het echt rotte duur aan het worden. Ik haal altijd mijn eieren nu tegenwoordig bij de boer. Niet echt dan. Daar hou je veel minder voor. Dit is zo'n boerderij die heeft dan zo'n automaat staan. En dan kun je daar gewoon je eieren gewoon uit de automaat trekken. Handig. Oké, dit is nog met deze. Ik ga dat niet redden, zie ik. Met 18 euro'tjes. Ja, ik probeer eigenlijk nog een stelling te kopen, maar dat wordt nu niet meer. Ik zou ook even zo meteen de thee en zo kwijt kunnen. Sushi begint ook op te raken. Dat zet ik gewoon één doos in de stelling. Meer van die sushi? Ja, we zijn bezig. Wordt wel wat drukker, zou ik zeggen. Zo. Ik ga even die dame even weer helpen. Goedenavond. Hallo. Hier gaat voor de eieren. Ik dacht dat ze terug. Oké. Okay. Dag. Kijk, die zit nog zeur om de koffie. Nou, de melk, die komt dan hier onder. Dus 1 doos over 2 stellingen. Oh, ik heb nog een doos met eieren staan. Doe dat even niet. Ik wil dat een beetje zo houden, want dan kan ik straks, als ik weer wat geld heb, kunnen we nog weer een tweede koelkast kopen. Dan kunnen we alles gewoon kwijt. En dan doe je 1 rij water, 1 rij eieren, 1 rij kaas, 1 rij melk. Wat we hier ook gedaan hebben. 142 euro. Geen geld meer voor een stelling, helaas pindakaas. En de vraag is alleen, past die stelling hier tussen? Ja of nee? Ik denk het niet meer. Dan moet het hele zootje dus richting de hoek, denk ik dan zo meteen. Dan kunnen we dan hier zo plaatsen. Dan zouden we hier dan de koffie en de thee kunnen doen. Maar de koffie en thee, dat zijn vrij dure jongens. Bloemenkoek hebben, zie ik. Slaan we sowieso alvast de bloem erin.
Nou, is in ieder geval klaar. Dit was de volgende dag, dag 6 alweer. Gaat goed met de, ja, met de winkel. Wat ik dus hiervoor gedaan heb, is heel snel de boel uitbreiden. Winkel groter maken. Dat gaan we dus nu niet doen. We gaan pas de winkel uitbreiden als het ook echt nodig is. Ik denk dat nu de prioriteit is, denk ik, om in eerste instantie een stelling aan te schaffen. En dan kunnen we daar dan de koffie en thee kwijt. Maar koffie en thee is verrot te duur. Mensen, vergeet niet even om te abonneren. Ik geef dat de bel blijft op de hoogte. Tot dag 7 maar weer. Doei doei.